Ik ben Mike Hagens. Ik ga voor Go Short stop motion animatieworkshop doen. En ik heb twee doelgroepen waar ik mee ga werken. En, de eerste doelgroep is 6 tot en met 9-jarigen. En dan ga ik met snoep animeren. En de volgende doelgroep is 10 tot en met 14. En dan ga ik met klei aan de slag. De eerste doelgroep is eigenlijk dat ze zien van hoe een animatiefilm eigenlijk in elkaar zit. Dat het allemaal losse fotootjes zijn en dat elke keer ja, een kleine verandering gedaan wordt. Een foto wordt gemaakt, weer een kleine verandering, een foto. En dat gaan ze dus zelf dan ook uitvoeren. Zodat ze zelf ook ondervinden van hoeveel werk dat eigenlijk is. Welkom! De tweede groep ga ik ze dan ook net iets meer in van wat is eigenlijk beweging? Hoe kun je een bolletje klei een karakter geven of zeg maar dat een bolletje klei angst, bang is of bedroefd is of zwaar is of wat dan ook.